Je Beyoncé, om te beginnen, gefeliciteerd met je finale plek van het EK. Je wint met 7-0 van de Engelsen en je maakt er 3. Moet een lekker gevoel zijn. Ja, dankjewel. Ja, echt een supergoed gevoel. Ook zeker de manier waarop we gespeeld hebben, dat geeft wel echt vertrouwen. En dat was echt lekker, mooie goals gemaakt. Dus ja, was top. Je zegt de manier waarop je gespeeld hebt. Ik heb wel het idee dat er een compleet andere Oranje stond in kwart 1 en 2. Vergeleken met kwart 3 en 4. Alle doelpunten vielen ook in kwart 3 en 4. Ja, ik denk wel dat, dat we zo ook in kwart 1 en 2 tempo wel hoog hebben gehouden. En dat toen Engeland het nog wel bij kon houden. En de tweede helft zag je gewoon dat we waren gewoon sneller, fitter. En toen gingen we er overheen, dus dat was mooi. Ja, wat wordt er dan in de rust gezegd? Nou, wel ook gewoon vooral dat we ons geduld moeten houden. En niet te slordige ballen erin willen gaan slaan en zo. We wilden ook vooral hun laten lopen. Nou, dat hebben we gedaan. En dan zag je ook dat ze dat op een gegeven moment niet meer bij konden houden. Dus ik denk dat we echt een goede tweede helft hebben neergezet. Ja, je maakt er 3 vandaag, hè? Dat brengt je totaal dit EK inmiddels al naar 7. Maar ik denk dat vandaag die 1-0, die bal die sleep bij haar tussen de benen, misschien wel tot dusver het belangrijkste doelpunt is geweest. Ja, dat was zeker een belangrijke. Het was ook echt ontspanning die daarna kwam. Pien maakte daarna vrij snel de 2-0. Nou, dan is het helemaal lekker. En daarna volgden heel veel mooie goals. Maar er moet heel even die 1-0 vallen. En dan zie je dat we ook nog meer vertrouwen krijgen. En dat was echt heel leuk. Ja, je hebt het dus weer 7, hè? 3 in de eerste wedstrijd. 3 vandaag. En nog eentje tegen Italië. Ja, hoe gaat het met jouw vorm? Ja, gaat heel goed. Veel op getraind. Sowieso met het hele team. Aangeven stoppen. En natuurlijk ook gewoon wel een kwaliteit van ons. Dat we dus in een drukke cirkel halen we corners. Dus het is ook gewoon het complete plaatje wat maakt dat ik die kansen krijg. En dan uiteindelijk sleep ik ze binnen. En dat is wel heel lekker, ja. Ja, precies. Een heel bescheiden antwoord voor je. Maar ik kan me voorstellen dat 7 erin liggen. Ja, daar had je van tevoren voor getekend, denk ik. Nou, dat is zeker een mooi aantal. En we gaan nu op naar de finale. Dus hopelijk komt er nog wat bij. Nog één, de 7-0 is tot dusver jullie grootste zege dit EK. Wat zegt het over de vorm van Oranje? Ja, ik denk dat we echt gegroeid zijn ook in het toernooi. Dat we vandaag echt, echt een goed niveau hebben neergezet. Dus dat kunnen we alleen maar meenemen naar de finale. Ja, finale is natuurlijk zaterdag. Hè? Tegenstander is nog niet duidelijk. Dat wordt in ieder geval de winnaar van het duel tussen Duitsland en België. Ja. Waar hoop je op? Ja, ik denk dat ze allebei erg gewaagd zijn aan elkaar. En het zijn allebei goede tegenstanders. Voor mij maakt het niet uit. Ik ga daar lekker kijken en we gaan zien wie eruit komt. En hoe gaan de komende uren, dagen, anderhalve dag eigenlijk er nog uitzien voordat die finale losbarst? Ja, ik denk dat we vanavond sowieso lekker met z'n allen die anderhalve finale gaan kijken. Verder spelen we veel kaartspelletjes en ik denk dat we morgen nog wat gaan losrennen en voorbereiden, bespreken op zaterdag is het dan. Ja.